wij zijn in Leek. En dat is niet zonder reden. Mooi! Hans en Silja? Ja! Ja, ik hoop niet dat de grap is, Erik. Wij kregen een berichtje. Ik heb hem ook meegelezen. We moesten hem naar Hans en Silja toe. Die zijn vorige week getrouwd. En die hebben nog weer af te geven aan Expeditie Grun. We zijn benieuwd. Ik weet niet of het grap is of dat echt is. Jullie wisten niet van onze komst. Nee. Ik kom er gewoon in bij, hoor. Ja, hoor. Ja. Van harte gefeliciteerd, want jullie zijn vorige week in het huwelijksbootje gestapt. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Mooie dag gehad. Heel mooi. Ja, hè? Heel mooi dag gehad. Lekker weer gehad. En waar zijn jullie getrouwd? Bij de postwagen in Tolbert. Okay, ja, dat is vlakbij natuurlijk, Hans. Ja. Dus, alles mooi één keer met ambtenaar erbij. En, ja, dat was echt een geweldige dag. Ja. Ja. En toen kwam ik aanrijden en toen zag ik dat alle gordijnen nog dicht waren. Ik dacht van, oh, die zit nog volop in de witte broodzweeg. Oh ja. Ja, zo kunnen toch? Ja, dat zou kunnen, ja. Maar hoe lang kennen jullie elkaar al? Al 2 jaar. Al 2 jaar? Ja. Ja. Ja, nog niet zo lang, maar... Nee. Maar het gevoel is langer, ja. En dan heb je het gevoel, dit is de vrouw voor de rest van mijn leven. Ja, klopt. Ja. Ja. We hebben elkaar in mei ontmoet. En toen in november zijn we samen gaan wonen. Nou, toen heb ik met Pinkster heb ik haar te huwelijk gevraagd. Oké. Okay. Ja. Dus, Valentijn. Of met Valentijn. 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 Ja, even... Op de knieën. Op de knieën, ja. Ja, ik zei meteen... ik zei al, het moet niet te lang, want zo gevoelens in de knie over mij niet. Sterk zijn de knieën ook niet. Nee. En dan zei ze ja. Wat wil nou het geval? Nou heeft er een collega van jou, die heeft ons gemaild... Die zei van, jullie moeten hier toch maar in langs gaan, want ze hebben nog iets voor expeditie. Ja, dat klopt. Ja, zou ik hem wel verhalen? Ja. Ja. Maakt het wel spannend zo. Ja. Ja. Ondertussen zijn jullie hier de boompjes aan het breiden, of lijkt dat zo? Nou, dat is het kunstwerk van mijn vrouw. Ze maakt met wol maakt die tak helemaal gekleurd. Ja. Nou, dat heeft een leuk effect zo in de tuin. Oh, wacht. Ik denk dat dat ons busje is. Oh, denk je. Oh ja. Helemaal nagemaakt. Ja. Net bij ons vakantiekindje uit België. Met jullie vakantiekindje? Ja. En die ontmoet je dan ergens of komt die hier? Die komt hier. Ja. Ja, 2 keer in het jaar. En dat zal een kind zijn uit een bijzonder gezin waarschijnlijk? Ja. Of waar dat niet zo goed gaat? Ja, klopt. Deze kinderen zijn allemaal met een rugzakje... En u kunt zeg maar gratis vakantie vieren bij uw vakantiehouder. Die heeft hier dus vakantie gevierd. En samen zijn jullie dus aan knutselen geweest? Ja, we zijn met z'n drieën 2 dagen mee bezig geweest. Echt letterlijk 2 dagen mee bezig geweest om alle puntjes op de i, hè, om je nieuwe bussen na te maken. Oranje microfoon, de bestuurder. Ja. Kijk eens aan. En die wil je even overhandigen. Ja. Ja. Nou, dan, dat is ons vakantiekindje, Luna. Luna, dank je wel. Ja, want ik zei wat tegen Hans. Jij bent wel creatief ingesteld, hè? Klopt, ja. Want als iemand vol om de takken heen doet, dat heb ik nog niet eerder gezien. Ja, en een vijverbak aan de naaste muur hangen. Met een insectenhotelletje en plantjes. Zullen we dan toch even voor het rondje gaan, Erik? Ja? Dat is ook het moment, dan starten we vaak muziekje in. En dan gaan we hem kieken. Trees swaying in the summer breeze. Dat is een vijver aan de muur, inderdaad. Je hebt daar gewoon een andere invulling voor gevonden. Ja, hij heeft 3 functies gehad. De eerste was gewoon in het grond voor het vijver. En ik heb hem als een kerstdorp gehad. Had ik aan de buitenkant heb ik allemaal grijs gespoten als een berg leek. Ja. En daar had ik een kerstdorp op. Dan ga ik hem zo, leek het net op een berg. Ja. Zo in huis staan. Ja. Nou. Of ben je kunstenares van beroep? Nee. Niet letterlijk. Nee, het is gewoon als er wat om opkomt qua leuke ideeën, dan ga ik het uitvoeren. Ja. Wat doe je voor werk dan in het dagelijks leven? Wat ben jij dan? Ik zit binnen bij Novatec. Okay. In de fabriek. Ja.
Jij werkt daar dan ook? Is de liefde ontstaan op de werkvloer? Nee, dat nog niet. Nee, ik werk bij Albert Heijn, hier in Leek. Oké. Okay. Ja. En toen kwam ze langs. Nee, dat ook nog niet. Nee, we hebben elkaar leren kennen bij Unique Dating. Unique Dating? Ja, dat is mensen met een rugzakje. Ja. Die kunnen daar speciaal aanmelden. En dan kunnen ze elkaar vinden in de relaties wat bij elkaar past. Wat vind je van jezelf dat je een rugzak hebt? Niet helemaal, maar toch, ja, toch iets, ja. Dit is ook meer voor de lichte verstandelijke beperking, zeg maar. Ja. Kan ik helemaal niks van merken. Nee, hè? Nee. De heerlijke is hier. Nee. Ja, goed. Hé, dankjewel. Ja, graag gedaan. Nou, zijn we in Leek? Ja. Balans, hè? Een extra bus. Ja, met een extra bus. Hij kreeg een mooi plekje in elk geval. Sweet. Dankjewel, hè? Ja. Bye. Bye. Als je nou nog meer video's wil zien van RTV Noord, dan kun je je abonneren. Dat is hier. Maar als je denkt, ik wil gelijk door naar de video's, kan ook. Dan kun je door naar touw. Hoi.